Het klimaat verandert en als waterschap doen we er alles aan om het veranderende klimaat op te kunnen vangen. Maar we moeten er ook voor zorgen dat het klimaat niet verder verandert dan dat het op dit moment al is. Daarom moeten we zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. En dat doen we bijvoorbeeld hier in Nieuwegein door ons slib te vergisten, daar gas van te maken en daar weer elektriciteit van te maken. Maar we moeten meer doen dan dat. Bijvoorbeeld in de stad Utrecht kijken we nu of we warmte uit de zuivering kunnen halen en die toe kunnen voegen aan het warmtesysteem van de stad Utrecht. Om ervoor te zorgen dat uiteindelijk ook dit waterschap energie-neutraal is.